Het succes lijkt er te zijn van de opening van de scholen. In ieder geval het begin is veelbelovend. En onze camera nam een kijkje op basisschool De Grondtoon. Een stralende Mathilde Muis. Ja, zeker. Je straalt. Ja. Vertel eens, hoe is het om weer te beginnen? Leuk om weer te beginnen. Ik heb in de afgelopen weken ben ik ontzettend veel ouders en kinderen tegengekomen. En allemaal van, ze hebben zo'n zin om weer naar school te gaan. En ik denk dat het gewoon heerlijk is voor iedereen om weer wat structuur te krijgen, om weer wat regelmaat te krijgen. Ja, en voor de kinderen om met name ook elkaar weer te zien. Dat is natuurlijk heerlijk voor ze. Dat hoor je echt ook van ze. Ik zie mijn vriendjes weer. Jij straalt ook. Waarom ben jij zo blij? Wij hebben natuurlijk de afgelopen periode onderwijs op afstand gegeven. Wij hebben de kinderen ook gemist, want je ziet ze alleen maar op een beeldscherm. En ook de collega's. Het is ook leuk om elkaar gewoon weer te zien en elkaar weer te spreken. En het is gewoon ontzettend fijn om iedereen weer te zien. Ja, je kan elkaar niet aanraken, maar je ziet elkaar weer. En ik denk dat je toch je onderwijs beter kunt geven als je elkaar ziet, ondanks het feit dat wij het hartstikke goed geregeld hadden. Ja, ben je tevreden? Ja. Ik hoorde net iemand, een kind, zeggen van, dat ging ook zo goed. Ja. Oh, ik kan niet wachten! Ja. Joop, vertel even. Hoe leuk is het om vandaag weer naar school te mogen? Ja, waarom vind je het zo leuk? Ja, dat is leuk, hè? En hoe vond je het om thuisles te krijgen? Dat was ook best wel leuk. Ja? Ik moest altijd zo snel klaar, we konden altijd leuk gamen. Ja, dat kan nou niet meer, hè? Nee. Oké. Het is fijn weer om naar school te gaan, want dan kun je weer thuis blijven en dan klaar je ouders. Dus dan beginnen klaar met ouders. Nou, wij hebben voor de meivakantie, de week daarvoor, hebben wij even een korte enquête uitgezet bij alle ouders. Nou, daar kregen we best een hele hoop respons op binnen 24 uur. En we hebben vragen gesteld van, hoe vond u dat het onderwijs geregeld was? Hoe was de begeleiding? Allemaal dat soort dingen. En daar werd gewoon voor 90%, gemiddeld 90%, werd dat tot goed, tot zeer goed beoordeeld. Dus dan denk ik, hoe wij het aangepakt hebben met elkaar, hoe de leerkrachten de lessen voorbereid hebben, hoe de chats geweest zijn met de kinderen, dat is gewoon goed geweest. Wat knap, dus, in zo'n korte tijd dat regelen. Wij hadden natuurlijk een voordeel. Kinderen hebben natuurlijk allemaal een eigen device. Kinderen kunnen hun eigen leerdoelen zien en dat konden wij heel mooi voortzetten. Dus dat is wel een voordeel ten opzichte van de reguliere basisschool. Hoe hebben jullie het voor vandaag kunnen regelen? Helft van de kinderen op afstand? Ja, vrij relaxed, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een verdeling gemaakt van de kinderen. We hebben eigenlijk meteen gezegd, jongens, we willen hele dagen lesgeven. Want natuurlijk, de primaire vakken, taal, lezen, rekenen, schrijven, is allemaal heel belangrijk. Maar kinderen moeten ook weer met elkaar dingen kunnen gaan delen. En we moeten ook leuke dingen kunnen gaan doen. Dus dat kun je als je een hele dag lesgeeft. Eigenlijk zetten wij ons thuisonderwijs, zoals wij het georganiseerd hadden, zetten we door. Maar er wordt nu in de klas gewerkt, maar ook thuis. Want straks hebben de groepen een opening met elkaar. En dan worden de kinderen thuis daar ook bij betrokken. Oh, mooi. En zo doen ze dat morgen dan ook weer met de andere groep. De groepen zijn verdeeld. We hebben rekening gehouden met broertjes en zusjes. Dat die allemaal op dezelfde dag naar school kunnen. Ouders die vitale beroepen hebben en die ook op andere dagen moeten werken, die kinderen worden ook gewoon in de stamgroep opgevangen. En verder hebben wij afgesproken, we moeten natuurlijk proberen met de leerlingen wel die anderhalve meter afstand te houden. En we hebben eigenlijk gezegd van, jongens, doe datgene waar jij je goed bij voelt als leerkracht zijnde. Want die kinderen mogen wel bij elkaar, maar jij moet je ook goed kunnen bewegen door dat lokaal en door die ruimte. En jij moet je prettig voelen. En deel je groep dus, of je lokaal zodanig in, dat jij daar prettig bij voelt. En je ziet ook, daar zijn verschillen in. Dat is mooi. Dat mag ook. Verschillende mensen. We hebben twee ingangen in het hoofdgebouw. Kijk, je krijgt de helft van de kinderen binnen. Die zijn verdeeld over die ingangen. Pauzes zijn verdeeld. Onze sportlessen kunnen doorgaan. Dat vind ik ook superleuk. Die gaan op maandag en vrijdagmiddag door. Voor alle kinderen krijgen dus één keer in de week een sportles. Ja, gewoon superleuk.
We komen erop terug. Vol aanbod, denk we komen erop terug hoe het deze week verloopt. Nou, hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En heel fijne dagen nu. Dankjewel.